Ja, het wisselt, weet je, het wisselt heel erg. Nou, we zijn begonnen. Dag, welkom bij Topnames. Wekelijks praten we met de voorhoede van Digitaal Nederland over ontwikkelingen op tal van gebieden. Deze avond, voor als je on demand kijkt, bestaat er 2 afleveringen. Gaat het over social business, innovatie door bedrijven. Het eerste programma met Jochem Kolen, social business, Jochem. Ten eerste eventjes, daar weet Stekel niet alles van, want die zie ik alleen naken hier altijd maar vanaf 9:50 op dinsdagavond. Nou, niet ik was er vanavond om 7:00. Nee, was vanavond. Ja, we waren heel blij dat je speciaal voor ons eerder gekomen was. Ja. We zijn met Fast Moving Targets vandaag gestart. Of eigenlijk nu gestart, zou je beter kunnen zeggen, met FMT Academy. We proberen de mensen die we kennen, die we goed vinden, et cetera, zover te krijgen. En jij was daar zeer enthousiast over om hun deskundigheid in video over te brengen. Videocursussen, social business is er één van. Gaan we aan het einde even over verder praten. Ja. We gaan eerst even met jou over praten waarom dat belangrijk is. En toevallige wijze, we hadden jou al uitgenodigd. Dat was niet om deze reden. Is er vandaag de Social Media Monitor verschenen. Nummer 6. Nummer 6. Het komt ieder jaar uit en wordt gekeken. Wat doen bedrijven nou op het gebied van social business, zou je kunnen zeggen. De winnaar dit keer. De winnaar, ja, dus, ja. Ja, toch? De beste. Op nummer 1 staat KLM. Daar ben ik overigens ook een groot fan van. We gaan straks even aan jou vragen of dat terecht is. Laat even bij het begin beginnen. Wat is social business? Nou, wat mij betreft is social business het zakelijk inzetten van sociale media. En dat betekent eigenlijk dat je met sociale media een bijdrage levert, of in ieder geval probeert te leveren, aan de doelstellingen van je organisatie. Nou, moet ik er wel bij zeggen dat social business, die term, die wordt door verschillende mensen eigenlijk op verschillende manieren gebruikt. En als je kijkt naar het verleden, dan is social business eigenlijk de term die door Muhammad Yunus, en dat is eigenlijk de uitvinder en de grondlegger van het microkrediet, dat hij die term gebruikte om vooral organisaties aan te duiden die een sociaal doel voor ogen hadden. Niet te verwarren met caritatieve instellingen. Dat zijn wel echt organisaties die iets van winst maken. Maar die winst wordt weer geïnvesteerd in het bedrijf. Dat is eigenlijk de originele betekenis van social business. Om verwarring te voorkomen en het meteen moeilijker te maken. Als ik het heb over social business, gaat het over het zakelijke inzetten van sociale media. En dan denk ik meteen aan 2 aspecten die het zou kunnen hebben. Je zou kunnen zeggen, intern gebruik meer van de kennis, de kunde, et cetera, in je organisatie. Ja. En je hebt extern, maak je organisatie meer zichtbaar, gebruik je publiek bij de dingen die je doet, et cetera. Ik heb het gevoel dat jij het eigenlijk voornamelijk over extern hebt. Nou, ik heb het voornamelijk over mensen. En ik denk dat het voornamelijk gaat over de mensen binnen de organisatie. En die mensen binnen jouw organisatie, die kan je beter laten communiceren met andere mensen binnen je organisatie. En dan heb je het over interne social media, interne social business. Je kan die mensen in jouw organisatie ook beter laten communiceren met potentiële collega's. Nou, dat is bij Deloitte gedaan, hè. Daar is heel erg sociale media ingezet. En voor wie dat niet weet, daar heb jij een hele tijd gezeten als social media manager, geloof ik. Of, nou, ik heb daar 2 jaar gewerkt. Ja. De social media manager was Roos van Vught. Ja. Ik heb een jaar lang met haar samengewerkt en een jaar lang zonder haar gewerkt. Toen was zij naar de Social Embassy vertrokken van de Social Media Monitor. Ja. Roos die heeft daar in eerste instantie samen met een aantal andere collega's heel erg ingezet op het recruitment vraagstuk. Dus die heeft sociale media gebruikt om de mensen binnen Deloitte te verbinden met de mensen buiten Deloitte, potentiële collega's. En wat heb jij daar dan gedaan? Ik heb veel meer ingezet op het verbinden van de mensen binnen de organisatie met klanten en potentiële klanten. Ja, want jij zegt eigenlijk altijd, althans wat ik dan van jou hoor, social media moet of kun je gebruiken om je organisatie te veranderen in een netwerkorganisatie, waarbij mensen met elkaar connected zijn, op een andere manier met elkaar gaan communiceren. Klopt dat? Hoe ik het zeg? Ja, met die kleine nuance die ik aan wil brengen, dat het inzetten van sociale media leidt niet tot een netwerkorganisatie. Maar ik geloof dat de hiërarchische piramide die je nu binnen veel organisaties ziet, dat die eigenlijk niet meer past bij deze tijd.
Dat zorgt ervoor dat je niet snel genoeg kan acteren op wat er in de markt gebeurt. Dat de mensen binnen jouw organisatie via allerlei stappen eerst omhoog toestemming moeten vragen voordat ze iets kunnen gaan uitvoeren. Dat leidt ook tot... Maar maakt dat dan eens concreet? Is het in jouw model dan zo, doordat social media nou eenmaal maakt dat je direct met mensen één op één contact kunt opnemen, dat die piramide dwars doorbroken wordt en organisaties platter worden? Hoe? Nou, misschien wel. Het zal niet van de een op de andere dag gebeuren. Als je nu naar een CEO gaat en je zegt tegen die CEO, die hiërarchische piramide die je hebt staan, die moeten we in de prullenbak stoppen. Dat zal die niet doen. Nee. Wat je met sociale media kan doen, en dan met name als je kijkt naar de mensen binnen de organisatie, is die mensen eigenlijk in staat stellen om alvast te gaan acteren alsof ze in een netwerkorganisatie werken. Nou, je gaat die mensen al zelf verantwoordelijk maken voor het binnenhalen van nieuwe collega's, het verbeteren van de relatie met bestaande collega's, het binnenhalen van nieuwe klanten, het binnenhalen van opdrachten bij bestaande klanten. Dus je gaat al een beetje acteren alsof je in een netwerkorganisatie zit. Even te kijken, want ik lees hier net dat Roos van Vught zit te borrelen met collega's na een succesvolle dag met de social media monitor. Dus die kan even niet, reageren op dat gemiste kans. Over dat dwars doorheen schieten. KLM is daar volgens mij namelijk een voorbeeld van. Want daar bij KLM hebben ze op een gegeven moment gezegd, daar hadden ze het als de belangrijkste aanleiding volgens mij waarom KLM veel is gaan doen met Twitter, Facebook, et cetera, was die zogenoemde aswolk. Ja. De site ging down terwijl het publiek wilde weten of er gevlogen kon worden. Ja. Min of meer noodgedwongen zijn ze Twitter en Facebook gaan gebruiken, omdat de kanalen waren die nog wel te gebruiken waren om te communiceren met het publiek. Nou, dat heeft ze op geen windeieren gelegd, ook veel publiciteit opgeleverd, blije mensen. Maar die mensen daar kregen toen in feite de toestemming om, als er iemand kwam met een verzoek van wat is het recept van de balletjes gehakt in het vliegtuig, dat soort voorbeelden heb ik genoemd, konden zij rechtstreeks met de kok of konden zij rechtstreeks met de verantwoordelijke daarvoor werken. Dus daar hebben ze in die tijd in ieder geval bewust voor gekozen dat die afdeling niet langs die hiërarchische lijn hoefde te functioneren, maar eigenlijk gewoon bij de mensen kon aankloppen waar de vraag betrekking op had. Vind jij dat is dat ook wat jij bedoelt met bedoeld met social business? Ja. Ja, dus eigenlijk dat ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik niet weet of je inderdaad nu rechtstreeks een tweet kan sturen naar de piloot van jouw vlucht naar New York bestuurt. Nee, dat kan niet. Dat kan niet volgens mij inderdaad. Ja. Volgens mij gaat alles via een social media hub bij KLM. Het gaat altijd via @KLM en daar kun je een vraag Ja, dat idee had ik ook. Bij Microsoft in Nederland is dat anders. Microsoft haalt wel alle berichten binnen van mensen op Facebook en op Twitter, alle publieke berichten. En Microsoft heeft daar medewerkers, althans 10% van de medewerkers die hier in Nederland zitten, opgeleid om via hun eigen sociale kanalen te antwoorden. Dus toen ik ook deze week weer een tweetje stuurde van wie kan mij helpen met het instellen van de kleuren in Word, reageerde daar weer een Microsoft medewerker op. Dus niet uit het @MicrosoftNL account. Er werd gewoon vanuit een medewerker werd daarop gereageerd. En daarvan zeg jij eigenlijk, dat is een heel mooi voorbeeld van hoe het uiteindelijk zou moeten gaan werken. Ja. En waarom staat Microsoft dan niet in de top 75 van de social media monitor? Dat is een hele goede vraag. Ja, geef jij eens het antwoord? Nou, daar kan ik naar gissen. Ik was er niet bij betrokken. Misschien dat er onvoldoende marketingbudget besteed wordt in Nederland. De top 100 van de bedrijven die het meest geld in marketing stoppen, die worden meegenomen door Embassy. Er wordt nog een aantal bedrijven aangedragen. Wellicht zat Microsoft daar tussen en zijn ze er niet doorheen gekomen of zaten ze daar niet tussen? Dat zou goed kunnen. Ja, maar ik vind het wel interessant, want eigenlijk beschrijf jij de manier waarop Microsoft het dus doet, is voor mijn gevoel de volgende stap in het inzetten van social media. Het klassieke verhaal is de webcare. Ja. UPC, KLM, iedereen doet dat inmiddels. Ja. Althans iedereen, maar nou, de grote B2C-bedrijven. Zichzelf respecterend bedrijf heeft webcare. Daar kun je @Vodafone, @UPC en je hebt een klacht en je wordt geholpen. En als je genoeg volgers hebt, hè? Als je genoeg volgers hebt, word je snel geholpen. Ja. Erwin wordt altijd heel snel geholpen en als ik wil dat ik snel geholpen word, bel ik hem dat hij mij moet retweeten. Ja. maar wat je eigenlijk zegt is, de volgende stap is dat gewoon personeelsleden binnen bedrijven zelf gaan monitoren en gewoon kunnen antwoorden. Als ze dat denk ik wel, ja. Ja. En waarom is het nou zo belangrijk? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het met name belangrijk is omdat jij als
als hub, hè, als social media hub, wat vroeger de marketing communicatieafdeling was misschien, kan jij nooit op de hoogte zijn van alles wat er binnen jouw organisatie gebeurt. En daar wil ik wel even toch het verschil benoemen tussen een B2C bedrijf en een B2B bedrijf. Ik richt me met name op de grotere B2B dienstverleners. Ik kom bij Deloitte vandaan, daar werden volgens mij 350 verschillende diensten naar de markt gebracht. Nou, veel succes om daar als marketeer een goede marketingstrategie voor te schrijven. Dat kan je veel beter laten doen door de medewerkers die daar al zitten. Dus het is veel efficiënter dan om dat via één bottleneck eigenlijk naar buiten te brengen. Hetzelfde geldt voor een Microsoft. Die bieden ook bijzonder veel producten en diensten aan in Nederland. En die hebben er allemaal specialisten rondlopen. Die zijn toch al bezig de hele dag met dat product of die dienst. Dus waarom die persoon dan niet inzetten om dat woord te doen? Ja, maar de voorwaarde daarvoor is dus dat een bedrijf dingen loslaat. Dat een bedrijf opener is. Dat een bedrijf het vertrouwen aan mensen geeft dat ze mogen communiceren met de buitenwereld. Ja. Dat is de communicatieafdeling zoals ik die in de klassieke zin ken. Is het niet een natuurlijk ding. Dus je bent eigenlijk heel erg een belangrijk component daarvan. Is dus cultuurverandering. Absoluut. Ja, ik denk dat sowieso, hè, je noemt de communicatieafdeling, de rol van de marketeer verandert. Ik zeg altijd, er is een soort van etalage voor de winkel neergezet, hè, voor de organisatie neergezet. In eerste instantie was die etalage analoog. Er waren flyers, er waren tv-commercials. Later werd die etalage digitaal, websites, e-mailmarketing, sociale media. En dan zie je dat ook gewoon nog steeds op de traditionele manier die sociale media zijn ingezet. Maar doordat sociale media er zijn, staan alle ramen en deuren van jouw organisatie in principe is open. Is dat nou echt zo? Want dat is wel makkelijk om te zeggen, maar Johan Schaap twittert het ook net, want we hadden het net al over webcare. Mm-hmm. Weet je, het is een ander middel, maar is webcare voor 9 van de 10 bedrijven ook niet gewoon, zoals Johan Schaap zegt, totaal niet volwassen en meer de traditionele klantenservice smoezenfabriek? Het is toch gewoon een nieuw middel om hetzelfde te doen? Nou, over dat het algemeen. Als ik Johan goed begrijp, en anders dan twittert hij dat wel weer. ik vertaal hem goed, hoor. Oké. Maar misschien begrijp ik het niet goed. Dat zou kunnen. Wat hij volgens mij zegt is dat de smoezenfabriek, er is gewoon een afdeling neergezet los van de organisatie. En los van het kanaal. Los van het kanaal. En die moet gewoon nu alle vragen beantwoorden. Ja. Daar geloof ik dus niet in. Ik geloof er juist in dat de mensen die werken binnen die organisatie, waarom zouden die niet de klachtenafhandeling ook doen? Ja, maar dan ga je uit van grote organisaties. Ja. Anders kan dat niet werken. Want het kan ook binnen kleine organisaties. En dat is een ander iets wat, ik blijf even bij Johan Schaap, die zegt ook, ik heb sterk het idee dat grote organisaties sowieso hun langste tijd hebben gehad. Moet je daar dan nog wel in investeren? Dat kan, hè, dat grote organisaties hun langste tijd gehad hebben. Ik geloof wel dat de rol van een grote organisatie aan het veranderen is. Dat zie je doordat de doorstroom is hoog binnen veel grote organisaties. Mensen blijven daar niet lang. Zitten daar een tijd, proberen eruit te halen wat erin zit en gaan weer iets anders doen. Dus het is niet meer zo dat iemand 10, 20, 30 jaar bij één organisatie werkt. Tegelijkertijd denk ik dat grote organisaties ontzettend veel kennis en kunde in huis hebben. En dus eigenlijk een kans laten liggen als ze dat niet naar buiten brengen via sociale media of andere middelen. We moeten het straks ook even vasthouden voor het volgende gesprek. Dan hebben we over grote organisaties gesproken. We hebben straks VBGO aan tafel. 50.000 medewerkers en 1 miljard omzet. Ja. Die zullen we dezelfde vraag straks ook stellen. Hey, een goede vraag van Wietske van Iersel. Stel, ik ben manager. Geef me 1 steekhoudend argument om social business, dus meer dan alleen webcare, in te zetten. Als manager? Jij moet deze manager overtuigen. Dus kennelijk niet haar baas. Ja. Maar je moet de manager overtuigen. Maar goed, laten we het even algemener zien. Want waar je natuurlijk tegenaan loopt is, je hebt believers en je hebt non-believers. Maar als je non-believers wil overtuigen, moet je dat met cijfers, met harde. Ja. Een aantal van de dingen waar we hier over praten, ben ik helemaal met je eens. Maar die blijft toch een klein beetje hangen in geloof. Ja. Ja. Nou ja, kijk. Je kunt een business case gaan maken. En ik denk dat dat belangrijk is.
En die business case die bestaat eruit dat je mensen binnen die organisatie zelf succes laat ervaren. Dus mensen moeten dat zelf gaan voelen. Wat kan dit voor mij betekenen? En is het die investering inderdaad waard? En dan zul je een doelstelling moeten hebben waarin je ook gewoon de organisatie doelstellingen meet. Dus er moet aan het einde van de rit moet er iets van geld bijkomen of minder geld uitgaan. En als Wietske een steekhoudend argument voor haar manager wil hebben, dan is het dat je kan sociale media inzetten om een bijdrage te leveren aan deze doelstellingen. En daarvoor hoef je geen grote organisatie te zijn. Nee, want er zijn ook hele kleine clubjes waar 6 mensen werken die heel effectief binnen hun niche allerlei grote cliënten binnenhalen. En dat doen ze door die sociale media in te zetten. En doordat ze die sociale media inzetten, hoeven ze niet te investeren in marketing. In de traditionele marketing bedoel ik. Ik zeg het niet helemaal goed. In advertising. Wat tot nu toe veel gedaan is natuurlijk door marketing- en communicatieafdelingen. Ja, ik hoorde laatst ook iemand zeggen. Toen ging het meer over de rol van sales binnen traditionele organisaties. Ja. Hè? Dat je, tenminste, het valt mij op hoor, dat je het steeds vaker hoort. Hè? Dat mensen zeggen van ja, eigenlijk een aparte salesafdeling is ook niet meer van deze tijd. Want dat zijn per definitie mensen die eigenlijk niet voldoende verstand hebben van de producten. Want ja, die doen sales. Verkopen. Ja. Ja, wat ze vertellen verhalen. Die vertellen verhalen. Laat nou gewoon iedereen zijn eigen sales doen. Ja. Met andere woorden, de afdeling die dat product maakt, laat die zelf via social media proberen aan het publiek duidelijk te maken wat ze daar doen en waarom het goede producten zijn. Klopt. En dat betekent dus niet dat je meteen je salesmensen naar huis hoeft te sturen. Maar zijn dit ook, is dit het soort vragen wat jij, want je bent nu consultant, ja. Je werkt binnen dit soort bedrijven. Zijn dit de dilemma's waar mensen mee kampen? Nou, wat je nu merkt is dat mensen met name zoiets hebben van, we moeten iets met sociale media. Hè. We zien dat het een beetje wat volgens mij in de jaren 90 met websites gebeurde. Hè. We moeten ook een website. Ja, nu moeten ze iets met mobiel. Ja, we moeten iets met mobiel, we moeten iets met sociale media. En op het moment dat iemand dat dan tegen mij zegt, dan vertel ik eigenlijk het verhaal wat ik nu ook vertel. En dan merk altijd ik toch dat altijd hetzelfde verhaal. Het is een steekhoudend verhaal. Ja. Ja. Maar dan merk ik merk wel dat er steeds meer kijk, aan de ene kant kan je zeggen van grote organisaties hebben misschien nu langs tijd gehad en traditionele marketing loopt ten einde. Toch zijn er marketeers, en gelukkig maar, die wel degelijk beseffen van we moeten hier iets mee. We weten nog niet precies wat, maar we moeten hier iets mee. En wat ik dan aan hen vertel is dat ik zeg van de focus ligt op de mensen binnen jouw organisatie. Je hebt 4 mogelijkheden. Je laat die mensen beter communiceren met de mensen die er al zitten. Met de mensen die er graag bij wil hebben. Of met klanten die je er graag bij wil hebben. Of met klanten die je al hebt. En op die manier ga je werken aan een case. Dus je gaat een pilotproject opzetten. En in dat pilotproject ga je een bijdrage proberen te leveren aan een van die doelstellingen. En gedurende dat project, omdat ik inzet op mensen, dus ik ga ook altijd naast iemand zitten en die help ik om de mensen binnen die organisatie te begeleiden. En dan begeleiden we samen die mensen, die voelen zelf van, hey, wacht even, dit kan ik vanuit mijn functie met sociale media doen. Die ervaren zelf succes en het zakelijk succes wat ze dan realiseren, dat zorgt voor meer draagvlak binnen de organisatie. Ja, dan gaat het eigenlijk niet fout als je het eigenlijk gaat isoleren. Want ik vind zelf eigenlijk een van de mooie voorbeelden altijd Seeds to Meet in Utrecht. Ja. Kijk, Ronald van der Hoffen, een van de eigenaren daarvan. Kijk, hij kijkt gewoon aan het eind van het jaar, presteren wij als bedrijf beter of slechter dan onze concurrenten? Als we beter presteren, doen we het goed. Ja. Welke rol precies het aggregeren van tweets daarbij speelt, of het reageren op tweets, dat interesseert hem eigenlijk niet. Hij is ervan overtuigd dat het belangrijk is om te communiceren met je publiek, et cetera. Ja. En aan het eind van het jaar hebben ze een goed product. Maar als je alles gaat isoleren, maak je het dan eigenlijk ook niet zozeer belangrijker, want belangrijk is het. Maar durven mensen dan nog wel hun nek uit te steken? Krijg je ook niet zo'n beklemmende sfeer? Nou, ik denk dat terechte opmerking. En als elke CEO zou zijn als Ronald van der Hof, dan zaten we hier niet eens te praten hierover. Want dan was het volgens mij niet nodig. Ik denk dat je in gevestigde organisaties heb je die hiërarchische structuur. En ik ben, net als jullie, heel nieuwsgierig naar de structuur van Verbego. Want die is volgens mij nog iets anders. Dat is een familiebedrijf. Wat heel groot gegroeid is. Maar binnen veel organisaties zijn dingen heel erg hiërarchisch gestructureerd en daardoor verkokerd. En daardoor kan je niet meer aan het einde van het jaar bekijken, staan we onderaan de streep in de plus of in de min, en daar gewoon iedereen op beoordelen. Mm-hmm. Ik geloof er heel erg in dat dat uiteindelijk is waar je wel naartoe zou moeten. Maar op dit moment zit je gewoon nog in een overgangsfase. De social media monitor, we hadden het er net al even over.
Volgens mij zet maar 30% van de bedrijven die dus hier goed scoren in op het motiveren, het enthousiasmeren en het faciliteren van hun medewerkers om via hun eigen kanalen het gesprek aan te gaan. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel leuk. Jeroen Zweers zegt er ook wat over. Je wil als bedrijf ook niet dat mensen hun focus helemaal verleggen naar de hele dag met klanten, potentiële klanten en andere collega's bezig zijn op Twitter. Nee. Ik bedoel, is dit soort het soort dingen wat jij propageert, is die return on investment, zoals Jeroen Zweers zegt, ook haalbaar voor urenfabrieken zoals juridische organisaties? Ja, ja, dat hoe dan? Wel. Waarom dan? Nou ja, omdat je met een kwartier per week kan jij al fantastische dingen hoe doen. Hoe hou je wil dat mensen gefocust zijn. Ja. Ik wil niet, binnen onze organisatie, ik wil echt helemaal niet dat mensen doorlopend hun Twitter open hebben staan. Nee, maar het hoeft toch niet doorlopend? Ze kunnen toch twee momenten in de week 7,5 minuut reserveren om even te kijken naar hun LinkedIn-profiel? Ja, zo werkt het toch niet? Nou, zo werkt het wel. Ja? Ja. Kijk, je moet niet vergeten dat de mensen die binnen deze organisaties werken, dat al vaak een paar jaar doen. Een van de partners die ik heb geholpen bij Deloitte, die heeft eigenlijk alleen maar, terwijl ik naast hem zat, 1 uur zijn profiel geoptimaliseerd. En die heeft daar gewoon een heel simpel een fotootje geüpload en aangegeven heel duidelijk wie hij helpt en waarmee. En vervolgens is hij zijn Outlook-connecties gaan importeren, want hij had maar 100 connecties. Nou, voor een partner binnen zo'n organisatie is dat te weinig, dat klopt gewoon niet. Dus die heeft hij geïmporteerd en op basis daarvan genereerde hij 6 leads. Oké, maar je gaat dus straks mensen zelfs nog beoordelen op hoeveel connecties ze in hun adresseboek hebben? Nee. Nou, maar je zegt dat je beoordeelt nu al iemand. Je zegt deze meneer, die is partner. Ja. En die heeft 100 connecties. Ja. Dat vind jij te weinig? Nou, dat is te weinig omdat het scheef is. Waarom is dat te weinig? Het is scheef, het klopt niet met zijn offline werkelijkheid. He, dus ik weet zeker. Dus ik zei ook tegen hem van, wat heb je weinig connecties? En zei hij van, ja, maar die zitten allemaal in mijn Outlook. En dus wat je ziet is dat deze mensen, en dan heb ik het over iemand die in de 40 is, die is begonnen op de typemachine. En toen kwam de computer erbij, toen is hij zijn adressenbestand gaan vullen. Als je 40 bent, heb je dan nog getypt? Ja, binnen zo'n organisatie wel hoor. Okay. Ja. Welk bedrijf was dat dan? Het was bij Deloitte. Oh, was bij Deloitte. Ja. Okay. Ja. Binnen een accountantskantoor heb je gewoon getypt. Er staat nu nog een typemachine in de Maastoren. Dat is echt waar. Maar dus die mensen die zijn niet gewend aan deze nieuwe middelen. En als iemand inderdaad dan 100 connecties in zijn LinkedIn heeft, dan weet ik dat hij er op een andere plek meer heeft. En als ik die weer op hetzelfde niveau breng, dat het overeenkomt met zijn offline werkelijkheid, namelijk de e-mailcontacten die hij heeft, of de connecties die hij heeft van de golfclub of wat dan ook, dan zie je dat hij daar dus meteen weer business uithaalt. Dus het gaat ook gewoon weer eventjes van het op niveau brengen van dat soort kanalen. Hey, cultuur veranderen binnen grote bedrijven, kan dat eigenlijk wel? Ik zou zeggen, ik heb er zelf niet eens een heel groot bedrijf, een klein bedrijf, maar ik heb er zelf slechte ervaringen mee. Ja, het is heel moeilijk. Je hebt volgens mij 2 dingen nodig en dat is steun en succes. En de steun is het liefst zo hoog mogelijk binnen je organisatie. Dus het is heel fijn als je de kans hebt om met een CEO of een andere boardmember te zitten. En daar te merken dat die persoon enthousiast is. En op het moment dat je van die persoon steun krijgt, wat bestaat uit tijd en geld, dan kun je zorgen dat je binnen die tijd een succes boekt. Hey, nu is het een onderwerp, hè? Want kennelijk we hebben het met z'n allen nodig om voorbeelden te hebben. Daarom hebben we de social media monitor, zodat bedrijven ook weer van elkaar kunnen leren. Mm-hmm. En iemand bij een groot bedrijf waar nog weinig gebeurt kan zeggen, maar kijk eens, zo'n KLM, hoe goed doen ze het wel niet? Ja. Maar hoe, in jouw beleving, hoe lang praten we hier nog over en wanneer is het een integraal onderdeel van ondernemingen op dit niveau? Ja, kijk, wat mij betreft houden we er morgen over op. Is het gewoon vanaf morgen een integraal onderdeel. Omdat je merkt dat het voor een organisatie zoals Dirk Zwageren, waar Jeroen Zweers voor werkt. Ja, recent hier ook te gast. Ja, ja, of voor de Microsoft of kleinere clubjes. Die zie je allemaal gewoon successen boeken. Dus wat mij betreft houden we erover op en gaan we er gewoon met z'n allen mee aan de slag. Dat is moeilijk blijkbaar. Dat heeft volgens mij met cultuur te maken, met structuur binnen organisaties. Dus je zal dat gewoon stapje voor stapje moeten veranderen. En dat is ook waar mijn dienstverlening uit bestaat. Mijn inzet is tijdelijk. Ik ga bedrijven voor een periode helpen en daarna moeten ze het zelf doen.
Ik vind het eigenlijk wel grappig, want ik zit, jij nam hem net mee, want hij is net uit, hè, vandaag. Dus ik heb hem vanmiddag opgehaald. Dat eigenlijk jij zegt van KLM heeft hem weer gewonnen. En die doen het natuurlijk hartstikke goed. Weet je, dat vinden we allemaal met social seating. En ze reageren op Twitter. Ze garanderen ook binnen een uur. Maken ze ook waar. Maar eigenlijk wat jij zegt is dat wat zij doen hartstikke ouderwets is. Nou, dat is misschien wel een beetje zo. Ja, ja. Ik vind het toch, wat is dit dan waard? Nou ja, wat is het waard? De ING staat op 2. Ja. Nou, daar snap ik ook helemaal niks van. Nee. Nou, persoonlijk. Dat weet ik ook niet. Geen idee, maar ik sta... Maar ik denk... Nee, ik denk als toelichting staat er bij ING... Uniek bij ING zijn communities voor speciale doelgroepen. Met het Jonge Leeuwen platform op Hives worden veel jongeren bereikt. Nou, dan denk ik al van Hives. Ja, er zijn nog 10 miljoen Nederlanders met een Hives profiel. Ja, maar we kennen ook de statistieken wie daar nog op zit. Nee, natuurlijk. Ja. Dat is waar. Maar dat weet ik niet. Ik weet het niet wat het voor deze organisaties betekent. Ik weet het ook niet op welke grond de jury heeft besloten om deze mensen te nomineren en in deze volgorde te plaatsen. Maar ik denk dat er is één manier om erachter te komen. En dat is gewoon de mensen van die organisaties vragen van wat levert het jullie op? En ik denk dat je het gewoon nog heel goed in verhouding moet bekijken. Uiteindelijk gaat voor wie het wil weten, 1 KLM, 2 ING, 3 Coolblue, 4 ANWB, 5 Vodafone. Top 5. Oké. Okay. Hartstikke goed. Hey, ik ben namelijk, ik wil volgende keer moeten we ook gewoon eigenlijk die kleine lijst. Ik denk namelijk zelf dat als je het over deze onderwerpen hebt, moet je volgens mij ook gaan kijken naar de organisaties waar het in de genen zit. Ja. En dat zijn de organisaties die ermee begonnen zijn, zeg maar. Want ik denk dat als we hier heel kritisch naar gaan kijken, dat het eigenlijk... Zou ik wel leuk vinden om een keer te doen. Ja. Maar zo'n Coolblue bijvoorbeeld, hè? Ik denk dat dat heel terecht is dat die daar staan. Ja. Want dat merk je meteen op het moment dat jij iets bestelt bij Coolblue, dan word je daar heel goed behandeld. En dat maakt niet uit of je een e-mail stuurt of een tweet of dat je naar een winkel gaat in Utrecht of zometeen in Amsterdam. Je wordt daar gewoon goed behandeld. Daar zit het echt in de genen. En dat is ook wat er letterlijk vanmiddag werd gezegd in Trouw, waar dit boekje werd uitgereikt. Maar dat is wel een ander soort organisatie natuurlijk. Hè? Dit is, hoe oud is Coolblue? Online only. Ja. Ja, die zijn online begonnen. Ja. En Pieter Zwart, ik heb hem een tijdje geleden horen spreken bij Canon in Den Bosch. En hij zei daar, hè, onze offline winkels zijn een verlengstuk van onze online, van ons online kanaal. En dat is natuurlijk wat er nu in deze 21ste eeuw aan de hand is. Er staan nog allerlei betonnen kantoorpanden. Steeds meer daarvan staan leeg. Omdat je begint niet een bedrijf met 4 muren en een logo. Je begint een bedrijf met een ethernetkabel. En op een gegeven moment bouw je daar 4 muren en een logo omheen. Misschien zoals Pieter Zwart nu aan het doen is op de Zuidas. Maar dat is wel... dat geldt natuurlijk niet voor gevestigde organisaties. Maar jij, dat is wel waar jij althans daar kom je vandaan. Hè? Ja. Yes, je hebt, daar neem je ervaring van mee. En als je, we eerder hadden het erover, wat is nou één argument dat je moet geven om je manager te overtuigen als je bij dat soort organisatie werkt? Heb je net beantwoord. Ja, je kan hier gewoon geld mee verdienen. Of geld mee besparen. Dat is het hele simpele argument. Dat is uiteindelijk het argument. Ja, en dat is misschien nu, vandaag de dag, nog niet zo. Maar je ziet dat er dus kleine spelers... Als je kijkt naar de advocatuur waar ik nu ook werkzaam ben... is er een klein clubje met 6 mensen, 4 advocaten volgens mij... 1 secretaresse en een stagiair. En die bedienen gewoon hele grote klanten binnen hun niche. Nou, dat gaat gigantisch groeien. Jeroen Zweers, die hier 2 weken geleden zat... er werken volgens mij een paar 100 mensen daar bij Dirk Zwager. Maar die bedienen internationale klanten. Die hebben een gigantisch online platform waar ze duizenden internationale cliënten bedienen. Dus dat gaat gewoon heel hard groeien. En ik denk dat die organisaties die nu gevestigd zijn, de omslag moeten maken om snel mee te kunnen acteren. Marco Derksen zegt, zelf afkomstig uit Arnhem, waar Dirk Zwager ook zegt, maar ook bij Dirk Zwager is het nog lang geen volledig geïntegreerd kanaal. Klopt. Nee, absoluut niet. Nee. Klopt. De vraag is een beetje de dingen die we al noemden. En ik denk dan altijd aan... Ja, misschien bestaat Apple over 5 jaar ook niet meer hoor. Is het een groot bedrijf, zou best kunnen. Maar hebben geen social presence. Maken gewoon een goed product. Ja. Wat mensen graag willen hebben. Uiteindelijk gaat het daarom natuurlijk. Ja. Uiteindelijk moet je product gewoon goed zijn. En ik denk dat met sociale media... met communicatiemiddelen in het algemeen... kan je ervoor zorgen dat mensen jouw goede product beter begrijpen.
En misschien dat ze meer genegen zijn om het dan aan te schaffen. Ja, het Apple-voorbeeld is natuurlijk wel mooi. Potdicht. Ja. En buitengewoon succesvol. Ja. Ja. Maar ja, goed, hoe zal het zijn over een paar jaar als Google met alle Google smartphones en alle intelligentie die zij uit dat hele open systeem halen gaan opereren? Dat is natuurlijk gigantisch gegaan in de afgelopen tijd. Misschien gaat het op een gegeven moment elkaar wel voorbij. Ja. Dat is moeilijk te zeggen. Ja. Okay, hadden wij nog vragen op de... Nou, er was nog één vraag, maar dat grijpt even terug naar wat je net zei, Rick van der Valk. Die zegt, toen jij zei van, ja, in zo'n organisatie is het fantastisch als je dan met de CEO om tafel kunt, om daar te bespreken of hij dat steunt. Hij zegt, Rick van der Valk, in het kader van de piramide, waarom dan juist weer die CEO? Waarom ga je niet met de uitvoerende mensen bezig om het doel te laten steunen? Of met teamleiders? Ja. Weet je wel, waarom dan weer die CEO? Nou, twee dingen. Terechte opmerking. In mijn aanpak laat ik die hiërarchische structuur volledig los. En dus wat we bij Deloitte gedaan hebben, is dat we ook gewoon gekeken hebben naar, maakt niet uit waar je zit binnen de organisatie. Als jij het snapt, de zakelijke mogelijkheden van sociale media. Als jij jouw eigen account wil en kan inzetten, dat heeft ook gewoon met tijd te maken, dan gaan we je helpen, ongeacht de plek waar je zit. Tegelijkertijd helpt het je bijzonder als er een CEO of iemand anders in de boardroom zegt van, ga maar doen. Ja, het gaat meer over steun. Precies. Ja. Ja. Dus je hoeft niet, het is natuurlijk het hartstikke mooi als je een jonge CEO hebt zoals Pieter Zwart van Coolblue, hè, die dat gewoon helemaal snapt. En zo zijn er nog wel een aantal andere, ook wat oudere CEO's te noemen hoor, die dat wel begrijpen. Nou, ik vind het ook wel een mooi voorbeeld, sorry dat ik je onderbreek, met hoe het in de politiek en op de ministeries gaat met Frans Timmerman. Mm-hmm. Weet je wel, de diplomatieke dienst, veel over te doen geweest. De twitteren en social media activiteiten. Dat hij in totaal contrast met zijn voorganger zei van, ga allemaal alsjeblieft twitteren en facebooken. En als er een rel komt, dan dek ik jullie per definitie. Ja. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ja. Ik dek je. Ja. Fantastisch. Precies het omgekeerde beleid van zijn voorganger. Ja. Ja, ik vind dat wel mooi. Ja, dat is heel mooi. Als je dat voor elkaar kan krijgen, en dat heeft dus echt met mensen te maken, die zeggen van, ga maar doen, dan is de halve strijd al gewonnen. En nu zie je ook dat je inderdaad opeens kunt twitteren met een Nederlandse ambassadeur in Egypte of zo. En dat hij gewoon antwoordt en je niet terugverwijst naar de website of nou weet ik wel. Het is heel leuk om te zien. Ja, en wat ik ook leuk vind hier, is dat we eigenlijk deze avond het cirkeltje ook altijd rondmaken. Marco Derksen is hier te gast geweest bij TopNames. Die plaatste de opmerking over Dirkswagen, dat het daar ook niet helemaal geïntegreerd is. Jeroen Sweers van Dirkswagen zit kennelijk nu ook te kijken. En antwoordt weer op Marco Derksen. Die zegt dat klopt wel wat je zegt, dat het niet helemaal geïntegreerd is. Maar hij zegt er zijn al wel conversieresultaten te zien. En dat vanuit een hele conservatieve hoek. Ja, zij halen 10% van hun business nu uit dit kanaal. Ja, dat vertelde ik. Ja, ik vond dat trouwens echt ongelooflijk. Dat had ik echt niet gedacht. Ja. Ik vind het niet zo raar, want ik denk ook dat het is ook een misvatting, hè, dat het allemaal via social moet gaan. Want dat zou toch ook heel raar zijn. Ik bedoel, ben je er dan ineens niet meer? Heb je je telefoon niet meer? Gebruik je je mail niet meer? En ik had op een gegeven moment kwam iemand naar mij toe en die zei van, ook een partner binnen Deloitte, en die zei, ja, ik gebruik LinkedIn, gebruik ik eigenlijk niet. Ja, ik kijk wel dan wie er van baan wisselt en dan stuur ik een mailtje. Ja, dan gebruik je dus LinkedIn. En dan gebruik je dus LinkedIn als tool om jou te helpen een reminder te sturen als iemand van baan wisselt. En dat jij vervolgens de telefoon pakt of de mail pakt. Je noemt het nou al een paar keer LinkedIn, valt me op. Is LinkedIn voor jou misschien wel de belangrijkste social tool voor businesses? Ja. 4 miljoen Nederlanders hebben een LinkedIn profiel. Dat is meer dan de helft van de Nederlandse beroepsbevolking. Die kan je dus allemaal. Ik vraag naar de bekende weg hoor, maar ik denk dat veel mensen zich het nog niet echt realiseren. Maar jij bedoelt misschien LinkedIn? LinkedIn. Ja, dat hoorde ik vaak. Ja, en om dan nog een misverstand uit de wereld te helpen. LinkedIn is niet alleen bedoeld als jij een baan zoekt, maar vooral als jij een baan hebt en jouw eigen netwerk gewoon lekker wilt uitbreiden en jouw mensen periodiek wil voorzien van waardevolle informatie. En dat kan dus echt met een kwartier per week. Want de gemiddelde LinkedIn-bezoeker is daar maar 2,5 keer per week. Dus als jij op woensdagochtend 5 minuten pakt en op vrijdagochtend 5 minuten pakt om content te verzamelen en dat te verspreiden via je netwerk, dan heb je een hele laagdrempelige manier om die mensen gewoon op de hoogte te houden. En dat kan bijdragen aan een zakelijk contact. En dat kan je dan weer zakelijk voordeel opleveren. Ja. Goed verhaal. Dankjewel. Goed verhaal, dat vertelt je ook in 9 lessen. Bij jou.
Bij mij. Ik heb het geleerd van hem. Ik heb ze allemaal gevolgd nu. Ja. Dus, Oké, wat leuk. Ja, en vanaf vandaag online. Jij koopt die dingen toch altijd online. Dat dacht ik ook. Jij koopt er altijd als tijdens de uitzending. Oh ja, waar moet ik zijn? Volgens mij mag je naar FMT Academy. Ja, ik ben benieuwd of die durft deze keer. Ja, dat ben ik ook wel benieuwd naar. Want die schoenen van wie was het ook weer? Van Patricia Paai of zo? Die hebben we nooit gebruikt. €25, verdomme. Maar goed, dus vanaf dit moment... online te zien. In 9 lessen vertel jij wat jij geleerd hebt in jouw praktijk, want dat proberen we een beetje te doen met die FMT Academy. Ik ga zelf ook nog proberen wat mooie geleerde lessen te delen. We zijn nu bij fmtgezondheidszorg.nl aanbeland en hebben ze ook een FMT Academy. Nou, als je hem daar kan vinden, ben je een knappe vent. Kijk zelf gewoon eventjes fastmovingtargets.nl Academy en daar vind je de cursus van Jochem. Social business, je leert wat hij in de afgelopen jaren heeft geleerd en nu weer bij andere partijen in de praktijk brengt. Ja, ik ga het vinden. Hij gaat het vinden uiteindelijk. Hey, fast moving towards social business is mensenwerk. Deel het ook eventjes. Laat even zien, Peter. Dit is het. Nou, dat is het eigenlijk nog niet, want hij heeft nu een blogpost gevonden. Maar goed, dus we gaan gewoon naar de site. Als je helemaal naar beneden scrollt. Of als je daar boven scrollt. Oh, Academy. Dan vind je, dat is de eerste. Ja, daar is hij binnen. Oké. Dus je kan op dit moment nog de allereerste zijn die deze cursus koopt. Ja, dit gaat me wel een beetje ver om dat even zo... Ja, maar jij kan wel een hoop leren, hoor. Even kijken of het werkt. Ja. Ik kan hier rest sluit jij nou maar af, dan bestel ik. Ik sluit af, ja. Jij koopt hem eventjes. Bedankt voor het kijken naar deze topnemers. Als je live kijkt, gaan we zo direct verder. Gaat het over innovatie in een grote organisatie. En als je on demand kijkt, weet je dat je al deze aflevering van topnemers kunt terugkijken. We danken nog Streamzilla voor het mogelijk maken van het live meekijken via deze stream. En zoals je weet, je kunt FMT-member worden. En als je dat geworden was, dan had je vandaag al een linkje gehad naar de app die morgen uitkomt. En die morgen kunt gaan bekijken in de iTunes Store van Apple. Bedankt voor live. Blijf kijken voor On Demand. Er is nog veel meer moois. Dag.